Vandaag is het dus de dag van de grote verhuizing voor papa Jay en zijn 5 kinderen. Deze spullen, die gaan in ieder geval niet mee naar het nieuwe huis. En als ik alvast naar binnen kijk, volgens mij wordt er gevoetbald in de woonkamer. Ga maar eens even kijken. Jay Lopez, we kennen jou natuurlijk als papa Jay uit de televisieserie Een Huis Vol van NPO. Is er ook best wel wat gebeurd in de afgelopen periode, hè? Want ja, je was ineens de man van die cheque die ineens werd overhandigd. Ja. Wat heeft dat allemaal positief en negatief gebracht? Ja, het positief is op 5 vingers. Negatief is heel veel. Iedereen wilde iets van mij. Als ik bij een snackbar sta, betaal het voor mij. Als ik onderbroeken koop, doe dit. Het heeft meer verantwoordelijkheid opgeroepen dan dat ik zeg, ik kan van genieten. Je gaat verhuizen. Ja. Waarom? Waarom? Een nieuwe start. Refresh. Weet je, we hebben geaccepteerd in het verleden wat is gebeurd. We zijn verder gegaan. We hebben met dingen gedeeld. Weet je, van wijk tot buren tot in dit huis. En nu is het een mooie tijd ook om verder te gaan. Ja, ik vind het wel leuk om weer een nieuw begin te maken. Ik vind het wel best wel spannend, maar ik vind het wel leuk. Een soort van een raar gevoel, want je bent hier wel opgegroeid natuurlijk. En dan ga je ineens weg. Is wel een beetje raar, ja. Zag ik jullie hier net wel voetballen? Ik weet niet of papa daar zo blij mee is als dat dadelijk in het nieuwe huis ook gaat gebeuren. Ja, ik weet het niet. Ja, ik denk dat we gewoon dan naar buiten gaan, ja. Ja, op het pleintje. Ja, want nu is het natuurlijk leeg. Ja, en daar staan spullen, dus we kunnen niet zomaar een bal en ze raken we iets, valt het kapot, ja, dan wat. Hij is dicht, Felix. Hier komen we nooit meer terug.